Ergens in Nederland, verscholen en afgelegen, staat er een verlaten huis. Het huis was ooit eigendom van een ondernemer. Hij had enkele werknemers en was actief in de vastgoed en opknappen van huizen. Zijn vrouw was actief in de verkoop van kinderspeelgoed. Althans, daar lijkt het op. Alles in het huis is nog intact en zelfs de elektriciteit werkte nog. Maar wat het nog vreemder maakt, is de ontdekking van urnen waar niet alleen het as te vinden is, maar ook nog de botten aanwezig zijn. We zijn binnengekomen in het huis en geloof me als ik zeg dat het bomvol hier is. Het is echt letterlijk vol. Ik heb het zelf nog niet bekeken, dus we gaan even rondlopen en kijken wat voor pareltjes en dingen we hier allemaal kunnen vinden. Kijk maar hoe vol. Nou, vinden, je moet opletten dat je nek niet breekt. Ja, precies. We vinden genoeg, maar ja. Yeah. Allemaal spelletjes. Ik weet niet waar ik moet kijken. Oh, hier zit hij. Wat? Dat piepgeluid. Ja, heb je gevonden? Ja. Ah, nou, hier hoort misschien ook op de achtergrond een piepgeluid. Daar gaat het een brandalarm is, of niet? Ja. Ja, de batterij bijna leeg is. Dacht ik al. Even hierheen. Oh. Up. Ze kunnen gewoon een kringloop hier beginnen, ja? Allemaal kaarten. Nieuw ook nog. Allemaal verpakking nog. Deze kant even langs. Oh, je kan nergens langs of je bot zal ergens tegen gaan. Zo. Oh, mijn puzzels. Oh, hier hebben we nog een gedeelte. Kantoorgedeelte. Dat is wel interessant. Wacht. Even mijn tas uit. Kijk. Dat is een kantoorgedeelte. Misschien heeft hij wel een soort kringloop gerund of zoiets. Ik heb geen idee. Hier, 2017, de laatste kalender. En hier runt deze administratie, even kijken of we het kunnen vinden. Allemaal vol met spullen, joh. Er is nog fotopapier. Samsung Galaxy S4 doosje, zit niks in. Even kijken, administratie. Offertes, personeel, bank, rekeningen. Rekeningen, 2010. 8, 2012, 2016. 16 houdt het op. Hier houdt het ook op van 2016. 2017. Zal het rond die tijd verlaten zijn? Zou kunnen. Dus even kijken. We pakken even wat bij. Kijken of we het kunnen vinden. Informatie erover. Offertes. Misschien dat we daar nog eens kunnen vinden wat hier runt. Muziekstudio. Als prijsindicatie voor een muziekstudio heb ik aan de hand van de geleverde informatie volgende prijs samengezet. Blokbalken 24.000 euro. Blokbalken 15 centimeter 21.000 euro. Maten inclusief. Oké. Okay. Vensters om te bouwen. Gevels vrijstaande woning. Hij knapt de huizen op. Hier uit Van Dijk dat hij huizen opknapt. Dat zou heel goed kunnen. Maar waar doen al die kinderspullen dan? Vraag ik me af. Ook weer terug. Zo.
Zijn computer staat hier ook nog wel. Nee, cameratas. Ja, van mij neergelegd. Als bots ik overal tegen, hè? Ja, ik heb precies hetzelfde. Komt de auto langs? Hè? Ja, dat er iets langs komt. Ja, dat kan. Het is het kantoorgedeelte, hè? Ja. Ik begrijp niet wat die kinderspullen doen. Ik kijk net in de offertes alles en zo. Hij leverde er allemaal diensten en zo, maar huizen kopen, verkopen en zo. Ken je deze nog? Wat? Yu-Gi-Oh! Plaatjes? Ja. Zag ik net, ja. Boven is alles is kinderen. Ook ja? Ja, allemaal kinderkamers. Oké. Okay. Heel apart. Nee, echt, daar komt deze iets uit van. Holy shit. Ik dacht eerst misschien is het een kringloop of zo geweest, weet je wel? Die gerund had. Ja, maar ze zijn echt kinderkamers, ook bedden en zo. Ja. En... waar? Spaar de sterren. Maar ik snap niet, hoe kan alles is verpakt? Ja, allemaal nieuw en zo, hè? Dat klopt. Het is heel ver. Ja. Hier heb je een naam. Oeh. Focus. De kaart is niet geactiveerd. Nee. Dat is ook een naam, hoor. Ja, inderdaad, zie het. Deze kant heen. Even de tas weer pakken. Tussen alles. Zo. Niks aan. Nou, dan gaan we weer. En buiten hebben we ook nog genoeg. Een tent, daar kijken we straks. Zal die nog doen? Ik denk het niet. Oh ja, sommigen doet ze wel. Een bootje. Giraf. Oh, het is zo vol, hè. Gewoon nog kijken in bakken, hè. Er zit nog stroom op het pand, hè? Nog stroom, ja? Ja. Heb je geprobeerd? Nee, de meterkast loopt nog. Oh, dat is geprobeerd, hè? Kijk hier ook. Ook allemaal speelgoed. Oude tv. Je hebt nog niet echt hier bepaalde dingen dat je kan zeggen van... goh, laat ik daar nou een foto van maken? Nee, dat nog niet echt. Het is niet echt een fotogenieke locatie. Dat niet, maar... het is wel... het is wel heel interessant om rond te lopen, gewoon hier te kijken. Dat zeker. Net als dat kringloop, laat de kringloop. Je kijkt je ogen uit, dat is het zeker is. Maar... ja. Oh, ja, maar je weet gewoon niet waar je moet kijken. Nee, precies. Hier, hey, heb je dat gezien? Ja, heb je dit gezien? Die crematie, heb je gezien? Nee, huh? Hier, kijk, een lamp. Een lamp gaat aan? Oh ja, stroomt het ook nog? Ja, zeker toch? 1997, overleden 2003, 2007, 2008, 2006. Ik denk van dieren of zo. Taffy. Ontmoet, ja, dat denk ik wel. Wat is het, hè? Oh ja. Oh god. Zit er zitten nog echt in de botten en zo, zie je dat? Ja. Dat vind ik wel heel... Dat is wel heel erg. Allemaal? Nee toch? Ja. Is het gewoon plakband op en zo? Ja, om dicht te houden. Ja.
Maar ja, dat is er waarschijnlijk dus ook geweest. Dan zullen ze echt in spoed of zo vertrokken zijn of ziek geworden of... Dat denk ik haast wel dan, hè? Anders neem je zoiets wel mee. Dat denk ik ook. Het zit er gewoon nog in. Dat is wel... Dat is wel echt absurd. 90, 2003, 2007. Het is allemaal opvolgend bijna, 2008. Ja. Dat is die laatste, sproetje. 2006. 2006. Vaag, joh. Maar die had ik nog niet gezien, hè. Laat hem mooi staan, doet netjes dicht. Laat ook niet gauw omvallen door anderen. Of wat dan ook. Het geluid, dat moet er maar even bij. Ja, precies. Maar dat is heel vreemd. Ik had alleen serieus verwacht... Ja? Dat het gewoon as zou zijn. Ja. Echt as. Gewoon as, precies. Maar je ziet gewoon botjes nog en zo. Ja. Die botjes en zo had ik niet verwacht. Nee. Ja, en gewoon in Nederland. Niet eens in België of Duitsland nog, hè? Ik denk dat ze katten hebben gehad. Oh. Hey. Chef. Zo. Hè? Ik denk dat ze katten hebben gehad. Ja? Ja. Waar dan? Kijk, hier, wacht. Oké. Okay. Gaan we even die kant in, gaan we hier zo werken. Oh. Er staan hier vier of vijf pakken kattengrint. Dat is kattenvoer, ja? Ja, kattengrint. Oh, kattengrint. Ook nog. Oh. Maar hier is ook al nokkie vol. Oh. Wow. Oh, mijn dozen ook weer. Nou, die kan je niet lopen. Maar kijk eens hoeveel. Want hier wat donkerder. Naar de wc's, dat zijn niet altijd bijzonder. 1, 2, 3. Oh. 1, 2, 3. Ja, ik wil haast zeggen 1, 2, 3, pok. Zo. Zo. Schuur, zo. Helemaal vol. Kneks. Kijk naast je, daar. Wat? Daar. Die grijze koffer, naast je. Oh. Wat zit hier allemaal in dan? Naalden? Nee, ja, wat naalden, bloed? Naalden zijn afgedekt. 2007. Die infuusdingetjes. Inderdaad. Band. Ik zeg net ook. Ik zeg, de kinderen die hier gewoond hebben, ik zeg, die kregen in ieder geval echt alles. Dat zeker, ja. Ze hebben van alles hier. Te veel. Rozenhandcreme. Want daar ook, die kist. Er zit een racebaan in. Daar die zwart, die rood-blauwe kist. Deze, ja? Nee, daar waar je nou je hand op legt. Hier? Ja. Oh ja, er zit nog in de racebed in. Ja, je kan die uren zoeken naar spullen, hè. Die koffer,
Hier, die zwarte, die hier ligt. Hier, hier. Die, ja. Er zit een nog ouderwetse namaak van Flippo in. Oh ja, ik zie het inderdaad. Het zijn niet de echte, maar... Nee, nee. Ik kreeg vroeger in de chips de echte, hè? Ja. Mag je tegenwoordig denk ik niet meer doen. Stikking gevaar, weet ja, ik veel water. Ja, ja. Van alles aan je dak. Ja, er staat nog een voetbaltafel nu achter jou. Die zag ik inderdaad. Hier ook. De kinderen kregen echt alles volgens mij. Ja, man. Oh, ook een werkplek. Ja. Nog wat eten. Bruine bonen. Wat de fuck is dat? Ja, joh, nog allemaal spul. Absurd hoeveel spullen ze hier wel niet hadden, of hebben. Ja. Nou ben ik oprecht benieuwd naar die bovenste fles daar, wat dat is. Ik zie het. Ja, we komen maar één manier achter, hè. Kan je erbij? Ja, ben jij mijn lamp? Ja. Een compressor. Oh nee, waterpomp. Die fles, daar gaat het mee voor. Stom hè, maar die fles die ziet er heel interessant uit. Wastafel. Zwaar? Bistro blond of zo, zal wel bier geweest zijn. Oh, oh ja. Wat zit hier in nou? Wespen vangen. Oh. Een hele mooie locatie. Ja, apart hè? Ja. Ja, je kan uren hier rondzoeken. Je vindt altijd wel wat weer. Chef, jij was mijn lichtje. Ik zie nou niks meer hè? Oh ja, klopt hè. Ik dacht, ik heb de beelden al, dus ik ben klaar. Doei. Oh shit. Hey bro. Karma. Bro, kom eens hier. Ja. Klim eens hierin. Wacht even, kom er. Ik zweer je. Ja. Ja, nog verder hier. Ik pakte hem net vast, hè? Hier, voel eens. De waarde? Voel eens. Gewoon alleen tikken, want anders dan. Oh ja, dat is een goede idee, ja. Hoe dan? Hier, moet je voelen, jongens. Het is echt warm. Die verwarming staat nog aan. Ja. Opheffen van storing, de thermoshell, gestookte verwarmingsinstallaties. Dus het is gewoon een verwarmingsinstallatie. Die gewoon aanstaat. Alles werkt. Ah. Ja, dat is waar. Dat zei nee, het was iets te warm. Wacht. Waar flikkerde jij nou overheen dan? Ik flikkerde niet echt. Ik legde mijn voet hier neer, maar het was zacht. Dus ik ging heel langzaam mijn voet zo naar weer evenwicht weer. Nou, dan gaan we nu maar naar boven toe. Kogelhulzen. Mijn kinderschoenen hier nog. Nou, we gaan gewoon eens hierin. Helemaal bomvol. Grote gat in het dak. Allemaal kinderspullen. In de bedje. Eens kijken of hier nog wat interessants te zien is. Oude spiegel. Niet dan. Ook nog vol met kleren, speelgoed, versieringen, verpassen. Ik blijf het zeggen, absurd veel hier. Een K3 poster voor de bioscoopfilm. Zie. Nog nieuw in doos van My Little Pony. Een overzicht van boven. Ziek, hè? Ja, hè? Zoals cadeaus ingepakt, ja? Cadeaupapier.
beestjes. Nog meer spelletjes. Ik kan zo van boven kijken. Ik blijf het zeggen, apart. Kleedje zit er nog netjes erin. Oh, deur, nieuw. Kinderkamer. Hier, dat is een brandalarm wel geworden. Knuffeltjes. Er is zoveel nieuw in doos zitten, dat begrijp ik niet. Spinnenwebben, joh. Hier ook weer een kinderkamer. Een tekentafel, een bureautje. Kinder. Ja, de Mickey Mouse lamp, dat is wel vet. Ook. Nou, die was echt gek op Mickey. Het valt wel te zien. Nog een basketbal boven zijn bed. Als hij lekker in zijn bedje ligt. Nou, dit is wel een meisje geweest waarschijnlijk om te zien. Helemaal vol met knuffels. Niet normaal hoor. Oei, ik heb die lamp ook. Speelgoed, nou, de kleren ook nog. Zijn we beneden, hebben we een keukentje nog, die heb ik nog niet laten zien. Helemaal vol. Ik denk dat dat in de koelkast zit, ik weet het niet. Maar het zal wel eens denken, dat ga je niet doen. Maar kijk eens hoeveel. Hey, beker van Rocket Power, kijk vroeger ook. Valt het anders daarboven. Laten we dat maar niet doen. Ugh.
kruiden nog. Allemaal voetbalplaatjes. Nog allemaal eten. Keukenkruidenwijzer. Hier vinden we nog dingen. Eens kijken, wat staat hier? Hoi beste vriendin, kom je op mijn feest op zondag 9 september van 2 tot 5 uur. Een kinderfeestje. Oh, het adres staat hier ook. Nou, die moeten we zo blurren. Mailadres, alles. Nou, dat geeft blurren me. Nou, we hebben dus in het kantoor ook gekeken, een stukje. Diegene deed dus huizen kopen, verkopen, weten we dat we zeggen. Huizen opknappen. Maar misschien heeft de vrouw iets met kinderdagverblijf of wat dan ook. Want zoveel speelgoed koop je niet voor je kleine kinderen, zoals je gezien hebt. Ook nog nieuw in dozen, heel veel verschillende. Het geeft voor mij zelf een beetje een kringloopgevoel, maar het is het sowieso niet. Maar wat hier aan de hand is, ik heb geen idee. Maar het is wel heel bijzonder om dit ook nog in Nederland te treffen, hè. Oh ja, tanden. Kijk, hier ligt een kies. Hier ligt nog iets. Tanden, Jasmin. Daar liggen nog tanden. Hier. Zit er nog in. Van de overleden dieren. Nee, van kinderen. Van kinderen. Kijk, want hier liggen nog. Kijk, in de tandjes. Maar ja, gewoon los ook. Ja. Daar ligt. Hier ligt er nog eentje. Daar ligt er één. Daar ligt er nog één. Nou, deze die zag ik net hier staan zo. En die stond hier. Apart huis, hè? Ja, die hebben natuurlijk alles van hun kinderen bewaard. En ja. Ik had niet verwacht dat er allemaal nog in zou staan. Nee. Oh. Kijk, dat bedoel ik, hè. Kijk, ik ben er een paar keer overheen gekeken. Ja, oh, zie je weer wat, hè? Dan kijk je nog een keer. Ja. Blijf snel, ja. Ik heb gekeken. Die heb ik niet gekeken, wel offertes en dingen. CV's. Van alles, hè? Kopieën van ID-kaarten. Alles het personeel. Maar wat voor bedrijf had hij? Ik dacht wel iets van met huizen kopen, verkopen, opknappen, zag ik dingen staan. Ja, ik heb de naam ook al gevonden. Ja? Hoe dat heette, zeg maar. Ook projecten en zo. Oké. Okay. Maar het leukste is dan... Kunnen we in ieder geval resets thuis doen. Kijk, en dan heb je op een gegeven moment hier achterin ergens. Staat dan op een gegeven moment in één keer heb je een map. Ja. Kijk waar die is hoor. Ben ik al voorbij natuurlijk. Altijd zo hè. Kijk hier. Hongaren. Oké. Okay. Ja, dus hij heeft ook een document, allemaal Hongaren. Dat zijn mensen, ja, ja. Ik zag natuurlijk andere. En het klopt ook wel wat je zegt. Hieronder. Hier bouwbedrijf in Slowakije. Ja, ik ben altijd werkzaam geweest in de bouw. Ik werk hard en nauwkeurig, ben erg precies. Ik heb voornamelijk gewerkt als schilder, maar kan ook redelijk goed stukken. Ja. En heb ook veel ervaring met het maken van beton. Oké. Okay. Ik heb een rijbewijs en heb een eigen auto. Ja, ja. Het is wel allemaal met bouw gericht. Ja, hè? Maar ik verklaar nog niet waarom hoeveel kinderspullen zijn, maar dat zal waarschijnlijk zijn vrouw dan zijn, denk ik. Kinderdagverblijf misschien hier of iets. Dat kan. In die trend. Maar ja, het is wel uit de hand gelopen zoals je hier ziet, hè? Ja, een klein beetje maar. Klein beetje uit de hand gelopen, oh, oh. Ja, dan heb dit wel gehad, hè, hier binnen. Ja, sorry. Stukje woonkamer, daar kunnen we niet bij, hè. Dat die grote tv weer gezien hebt. Ja, dat is te vol. Ja, dan gaan wij nu dus naar buiten toe. Zoals je ziet staat daar nog een tentje. Caravan. Caravan van alles. Laten we daar even gaan kijken. Hier vind ik nog een oude auto. Bij een hok voor dieren. Daarachter hebben we ook nog iets. Dan kijken we als laatste. De auto is ook helemaal verstopt. Nog fietsen. Tegeltjes. Oh, daar zit ik weer vast. Kutdorens. Achter, hè. Dus daar eens even kijken. Nog een oude glijbaan. Leeg? Die is ingestort. Oh. Oh ja.
Hier, dan kom je toch weer op je bouwmaterialen, hè? Ja, hè? Ja, dat zal zij bedrijf zijn, geweest. Hè. Ja. Tegels. Inderdaad. Oh, dat had ik nog daar niet gezien. Ja, ik zag het, nou, ik zag het toevallig, hoor. Helemaal ingestort. Ja. Paardenspullen. Textiel. Ja, ja. Bijzondere locatie. Ja. Hier. Oh, ja. Het zijn die palen voor die hekken. Oh, inderdaad. Klopt. Oude stoelen. Ja, oude lantaarnpaal. Ja. Oude schuurdeuren. Zo verwisselen kun je er makkelijker bij. Ja. Hè? Zie je dat? Zaklamp? Ja, man. Van jou? Nee, is niet van mij. Ja. Maar is wel van AliExpress of zo, weet je wel, zo'n dure. Ja, ja. Ik vind het wel veel spullen, hè? Echt, hè? Kaartje, nou een lamp. Moet het even opladen, met een USB-C of zo. Mm-hmm. Of zit een batterij in? Batterij. Dit is zo'n Urbex-lamp. Ja, hè? Ja, het schijnt. Ik even niet opladen. Denk ik ook niet, hè? Grappig, kijk maar, hier, die poort is ook verroest. Het ding is open geweest. Aha. Nou, mocht iemand een lampje zijn verloren, bericht ons weer, hè? Ja, echt, hè? Denk aan wat drogen. Ja, hè? Kijk, hier is nog een klein vijvertje in de tuin. Vol gegooid met spullen. Echte John Deere. Ah, ziet het. Veel hoor. Oude skelter. Dit hebben we dan gezien. We gaan nu even richting Pepijn ook weer. Daar even kijken. Even de laatste shots maken, hè. Zie je dat? Ze rijden daar nou. Zo'n stukje verder. Oké. Die zullen ons nog niet meer gauw zien of horen. Ze gaan naar Pepijn toe. En dan hebben we ons met het laatste gedeelte gehad. Boekie. Nou, via deze kant. Om daar de schuurtjes te gaan, lukt ook niet. Zoals je ziet, helemaal vol. Dus we breien een einde aan, hè? Nou, dan gaan we maar weer. Ik hoop dat jullie genoten hebben van de video. En we zien jullie bij de volgende video weer terug. Laters! Doei!